Het bureau Rechten voor het Kind van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vanmorgen een tweede consultatieworkshop Nationaal Actieplan Kinderen 2019-2021 georganiseerd. De workshop is gehouden in de conferentiezaal van het Lalaroek-gebouw. Deze tweede consultatieronde is volgens Bruce Sarirejo, waarnemend hoofd van het bureau Rechten voor het Kind BRVK, bestemd voor NGO's die direct en indirect met kinderen te maken hebben. Deze groep kan er aanbevelingen meegeven tijdens de workshop, zodat het rapport gefinaliseerd kan worden met de input van zowel de ministeriële unit als de NGO, zegt Sarirejo. We hebben als land verplichtingen naar buiten toe. We moeten ons houden aan bepaalde regels en om bepaalde zaken gedaan te krijgen heb je een plan nodig. En dit actieplan is daar eentje van. Het is niet iets nieuws, maar dit plan is eigenlijk een hulpmiddel voor de staat om aan onze verplichtingen te voldoen. Dus vandaar dat het belangrijk is. Er was een evaluatie in 2014. En ja, niet alles gaat zoals je gepland hebt, maar uit je fouten kan je leren. Dus dat gaan we ook meenemen, de knelpunten die er waren. En daarom is zo'n sessie ook van belang met maatschappelijk middenveld. Dus dat zij ook een input hebben, zodat zij ook mee kunnen helpen denken hoe dit plan beter en effectiever uitgevoerd zou kunnen worden door de verschillende stakeholders. De consultant voor dit project is Julia Terborg. Zij is volgens Sarirejo door de UNICEF zelf uitgekozen om het project te leiden. Herwaarnemend hoofd BRVK zegt verder dat er een rapportageplicht is voor lidlanden van de UNICEF. Zij moeten zich namelijk committeren aan het kinderrechtenverdrag. Met de data die was verzameld bij het eerste plan, die hebben we ook meegenomen bij de volgende rapportage. Die was in 2014. Dus maar zoals ik eerder zei, het was niet van die aard dat je echt uitgebreid data eruit hebt kunnen halen. Maar we hopen met dit nieuwe actieplan en ook bij de eerste workshop hebben we de verschillende overheidsinstanties, ministeries, key ministeries duidelijk gemaakt van kijk, we hebben een plan, we hebben aanbevelingen. Geef duidelijk aan wat wel en niet haalbaar is, wat wel uitgevoerd gaat worden en niet, zodat we dan bij de volgende rapportage dan een betere beurt kunnen maken bij de verdediging. Volgens planning is onze volgende indiening van het rapport in 2021. Dus we hopen met dit plan alle activiteiten of alle aanbevelingen, alle activiteiten zo snel mogelijk geïmplementeerd te krijgen, zodat we dan in 2021 genoeg data hebben om te rapporteren aan het comité. Bruce Sarirejo, waarnemend hoofd van het bureau Rechten van het Kind van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij sprak vanmorgen tijdens de tweede consultatie-workshop Nationaal Actieplan Kinderen 2019-2021. De workshop is gehouden in de conferentiezaal van het Lalaroek-gebouw.